hiermee zijn bestuurslidmaatschap geaccepteerd, goedgekeurd, toegejuicht. Ja, mijn hand op zeker. Akkoord. Akkoord. Nou, Paul, algemene stemmen. Ja, hij had Paul. Peter Gruis gaat er stoppen. Ik kom zo nog even op terug. Ja, dat vind ik ook. Maar we hebben een opvolger, daar zijn we ook weer heel blij mee. En wel iemand die heel veel verstand van geld heeft. Dat is Bert Gunter, Rabobank Balgeren op Beverland. Daar staat Bert. Hebben jullie vragen aan Bert? Mag mijn salaris omhoog? Ook, is Bert ook geaccepteerd? Yes. Ja. Bert, dankjewel. Nou, en ik kap ermee, dus is een keuze. Ik blijf wel, als jullie het goed vinden, lid van het bestuur. Maar weer zo'n wijze oude man, hè, die dan af eens een keer een beetje gaat mopperen over vroeger. En die dan zegt van vroeger was alles beter en dat wil ik dan overbrengen naar het nieuwe bestuur. Dus nou ja, dat is een soort Muppet-functie. Dat lijkt me heel erg leuk. Maar ons voorstel is om Frank Buitenveld, die jullie allemaal bekend van Middelburg gegrond alvast, te benoemen als nieuwe voorzitter. Mag ik daarvoor, hebben allereerst een vraag over? Nee, nee, zo lang mogelijk wachten met plannen. Ja. Hij moet zenuwachtig worden. Ja? Kunnen jullie instemmen met Frank als nieuwe voorzitter? Ja. Volgens mij krijg je er een kleur van, Frank. Het is de mooiste functie die het is, een soort onderburgemeester van Middelburg. Dus gefeliciteerd. Ja, Peter, we gaan van jou afscheid nemen. We gaan dat in intieme kring doen, volgens je eigen wens. We gaan een keer eten met het dagelijks bestuur. En dat ga ik je nou, een half uur, drie kwartier lang toespreken, denk ik. Want je hebt ongelooflijk veel verdiensten voor de VOM. Peter en ik zitten ongeveer van begin af aan samen in het bestuur van de VOM. Dat is ongeveer 20 jaar. En daarvoor zat Peter ook al in het bestuur van de Lamme Delft. En Peter en ik zitten ook al heel lang samen in het bestuur van de Stichting Promotie Lamme Delft. Dus we hebben ontzettend veel samen meegemaakt. En ik moet zeggen, vooral de laatste 2 jaar... toen ik Lex de Loof opgevolgd ben als voorzitter. Maar ook daarvoor hebben we heel veel trajecten samen gedaan. En dan kan ik, nou, een betere penningmeester, jongens, kun je niet wensen. Dus Bert, er staat echt wat voor jou te wachten. Maar Bert heeft ook gezegd, want ik ga geen penningmeester worden zoals Peter het was. Want Peter was gewoon een zeer actief bestuurslid. Naast de penningen deed hij veel meer. En ik denk vooral dat het lichtplan aan Peter te danken is, grotendeels. Peter heeft dat vanuit de Lamme Delft ingezet. Het potje wat de Lamme Delft had, door de verkoop van vitrines destijds, goed rentmeesterschap over de centen. En dat is altijd door Peter beheerd. En Peter heeft ook echt het initiatief genomen tot de verlichting in de straten, tot alle verticale verlichting, zoals jullie weten. En ook later hebben we samen het initiatief genomen tot het lichtplan Middelburg, tot een monument. Dat is één grote verdienste van Peter, ik wil nog een tweede noemen. En dat is dan de ontmoetingsdag. De ontmoetingsdag die we al jaren organiseren. En waar Peter vorig jaar ongelooflijk veel tijd in gestoken heeft. Elke keer weer jullie bij elkaar roepen, vergaderingen, nabellen, organiseren, centen in de gaten houden, vergaderen. En ook daarin heeft Peter een enorme bijdrage geleverd. Dan zeggen we, Peter, we zijn echt maatjes geworden in die periode. Je belde en je vroeg altijd eerst van, komt het uit, Dick? Ja, niet voor jou altijd natuurlijk, want dan was het echt belangrijk als Peter belde. Ik had het, ik stop er nu mee, Peter. Ik zal tijdens het DB, als we bij elkaar komen, een zeer emotionele toespraak gaan houden, waar dan echte tranen moeten vloeien. Maar nu, Peter, de bosbloemen. Het volgende agendapunt is ontmoetingsdag 2020.